Ja, we staan hier bij Pater Poels thuis, omdat ik me grote zorgen maak om de ouderen in Tilburg. De mensen die het land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, worden het kind van de rekening van een enorm wanbeleid en geldverkwisting. Ik ken u al heel lang en uw kinderen ook. Ik heb in de Trezastraat gewoond, u ook. En ik zag toen daar al een hele hoop gebeuren. Ik wist toen nog niet precies wat het was. Ik weet dat nu natuurlijk ontzettend goed. U doet meer nog aan armoedebestrijding. En ook daar ziet u, denk ik, veel verborgen armoede onder de ouderen. Ja, dat klopt. Eigenlijk is het een voortzetting van mijn vroegere werk, het opvangcentrum. En omdat wij gespecialiseerd waren in het omgaan met mensen die je niet kon oplossen, hebben we een hele stoet van onopgeloste door het leven heen gedragen, de eerste 22 jaar van Huize Poels. En op het moment dat de subsidiëring ging dreigen, ben ik daaruit gestapt. En daar heb ik dit werk broodnodig van gemaakt. Specifiek, zou je kunnen zeggen, juist voor diezelfde onopgeloste die ik in Huize Poels al had opgevangen en waarbij wij niet geslaagd waren. Alleen wat vertakkingen, dan komen die mensen bijvoorbeeld uit vier generaties uit dezelfde hopeloze hoek. Ja. Zo, dat wel. Ja. Frustreert het u niet ontzettend dat inderdaad er een hoop geldverkwisting is, ja, bij een gemeentelijke organisatie, ja, en dat er tegelijkertijd, ja, zeg maar, gesneden wordt in bijvoorbeeld een sociaal eethuis als de Pollepel? Ja. Ik leg dat continu bloot. Frustreert, ja, u dat ook niet? Ik heb dat afgeleerd. Dat is het nadeel of het voordeel van de ouderdom. Yeah. Je bent dan even dom, maar omdat je er ouder bij bent en zo, heb je daar minder last van. De maatschappij is, ja, voor zo hard geworden dat, ja, mensen zelfs niet door eigen, ja, omstandigheden, ja, ja, in armoede kunnen verkeren. Ja. Je staat er bijvoorbeeld van te kijken hoe mensen gepakt kunnen worden door de sociale dienst om niks of om een vergissing. En dat mensen dan huppelijkee stopgezet worden in de uitkering. En dat het soms 3, 4 maanden duurt voordat recht getrokken is. Wat er dan intussen niet aan gaten gegroeid zijn, aan schulden bijgekomen zijn, aan wanhoop bijgekomen is en dergelijke. En onvoorstelbaar. Die mensen worden natuurlijk ook achterna gezeten door een industrie, hè? Ja. Dus door deurwaarders, ja, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. Maar dat zijn mensen die dit land hebben opgebouwd met, ja, bloed, zweet en tranen. Ja. Die nu ook het slachtoffer worden, ja, van eigenlijk, ja, een cultuur, ja, van wanbeleid, ja, en geldverkwisting. Ja. Want uiteindelijk, ik ben ervan overtuigd, als men fatsoenlijk zou besturen, dat je dan gewoon 20-30% van het geld overhoudt om, ja, ook te besteden aan de dingen die echt nodig zijn. Ja, precies. En als je het zou aandurven, zo'n gevalletje als de pollepel, mijn vaste overtuiging is dat die zou kunnen draaien zonder subsidie. Dat je tegen de gemeente zegt, blijf er vanaf, maar laat het ons doen. Ja. En dan mond dicht houden. Dat weet men gewoon niet. Dat daar iets is wat, ja, voor veel mensen een leven grond heeft gegeven. Ja. Zin heeft gegeven. Hap, de bijl erin. Nou, de conclusie is dat de ouderen die dit land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, het slachtoffer zijn van wanbeleid en een enorme geldverkwisting. Waardoor er mogelijkheden om de ouderen, zeg maar, een rustige oude dag te bezorgen zo goed als verdwenen is. Nou, je zult betrouwbaar en effectief moeten gaan besturen. Maar ik vraag me af of dat mogelijk is met dit soort bestuurders die de kwaliteit blijkbaar niet in huis hebben of niet betrouwbaar genoeg zijn. Want dan kun je het geld wel besteden zoals het moet, hè, aan dingen die wel nuttig zijn en niet aan een draaiend huis of niet aan een bibliotheek verhuizen voor 30 miljoen en gaat u zomaar door.